Beste leerling, welkom bij de derde les van JavaScript. In de eerste lessen stonden we stil bij de gegevenstypes. String, numbers, undefined, boolean, null. In deze les gaan wij verder met vooral string, de onveranderlijke reeks aan karakters, en numbers, cijfers waarmee we kunnen rekenen dus. Wij gaan oefeningen maken, programma's schrijven dus, waarbij we strings, numbers en beide gecombineerd zullen laten verschijnen op het scherm. We zullen bijvoorbeeld een programma maken waar het programma dat gebruikers verwelkomt als ze bijvoorbeeld in een hotel komen, waarbij dat de hotelbediende precies een automatisch assistent is. We zullen een programma maken dat iemand zijn toekomst kan voorspellen, waarbij we een aantal variabelen, een aantal strings, tegelijk kunnen weergeven op het scherm. We zullen ook een programma maken dat berekent hoeveel soorten snacks jij eet over je volledige leven. Dat vergt dus een berekening en een string als stukjes tekst dus, om de gebruiker een beetje context te geven. Dus we zullen dit nu allemaal doen op Replit. Wij gaan in deze les dus oefenen op het samenstellen van strings en numbers. We gaan ook heel veel gebruik maken van variabelen. En variabelen, dus nogmaals, is precies een doosje waarbij we waar een datatype of een gegevenstype insteken. Een doosje dat is makkelijk om aan te roepen. We kunnen bijvoorbeeld een variabele boek gebruiken en daar een volledig boek insteken. Als we dat dan 10, 20, 30 keer nodig hebben in ons volledige programma, is het heel makkelijk om daar naartoe te verwijzen. Het ziet een beetje als een kookboek. In een kookboek gaan ze niet op elke bladzijde of om de zoveel keer opnieuw uitleggen dat je crème fraîche maakt of slagroom. Ze gaan dat gewoon één keer uitleggen en nadien gaan ze gewoon daar naartoe verwijzen. Maakt het heel eenvoudiger, maakt ook dat je niet zo vaak in herhaling moet vallen. Als programmeur moet je niet zo heel vaak dan opnieuw dezelfde string, bijvoorbeeld dat volledige boek, in je programmacode typen. Maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. We bevinden ons op bladzijde 10 van het handboek. Uitdrukking en samengestelde variabelen. Dus we zien dat bijvoorbeeld in het grijze kader, var name. Var was de afkorting van variabelen. Dus var name en de string Claire zit daarin. We hebben var greeting, waarbij we hello plus name gebruiken. En daar zie je daar dat die name terugkomt. Dus die name zal niet name op het scherm laten verschijnen, maar hello Claire. Als ik dat eens toevoeg hier aan mijn Replit. Replit is dus het programma waar wij programmeren. Dus var name. In dit geval zal ik mijn eigen naam gebruiken. Opnieuw, je mag kiezen tussen dubbele en enkele aanhalingstekens. Weet gewoon, als je bijvoorbeeld Robbes auto zou als string erin plaatsen, daar gebruik je een aanhalingsteken om het bezittelijk te maken, dat JavaScript daar in de war zal raken. Dus Robbe. Var greeting. Greeting is Engels voor begroeting. Hello. En dan, om die te combineren, dus hello is een string, dat herken je aan de aanhalingstekens, plus name. Ik zal die zo eens toevoegen en laten runnen. Er komt er niks op het scherm. Waarom komt er niks op het scherm? Ik denk dat je dat ondertussen zou moeten weten. Dat komt omdat er geen console log in zit. Console log of loggen schrijven naar de console ontbreekt. Wil je nog toevoegen? Console log greeting. En alles mooi afsluiten. Voilà. Zie je wel een klein foutje? Hello Robbe plakt aan elkaar. Waarom? We hebben een string. Hello. En we hebben een string met mijn naam. Nergens is dat die gewoon, je weet gewoon, dat is variabele 1, variabele 2, van hier gepresenteerd, klaar. Eigenlijk moeten we daar bij die hello ook een spatie toevoegen, anders zal je niet weten dat daar een spatie moet tussen staan. Anders plakte die dingen aan elkaar. Dus, van, beter. In de oefening vinden we ook nog terug, ik zal die erbij zetten, var title. In dit geval zal dat baron van maken. En var formal greeting. Hier maken we gebruik van camel captioning, kameel, bult. Wat bedoelen we daarmee? Formal, dus die woorden plakken aan elkaar, formal greeting. Formal, geen hoofdletter. Greeting, wel een hoofdletter. Camel captioning wil zeggen dat je het eerste woord geen hoofdletter geeft. Het tweede woord, dat eraan geplakt is, dan weer wel. En dat is greeting plus. Met die plus kunnen we strings en numbers allemaal aan elkaar
plakken. Voilà. Veel beter. Opdracht, maak een variabele formal greeting name die zowel begroeting, de comma, de titel als de naam van de persoon bevat. Heel eenvoudig, dus er wordt gevraagd, bladzijde 10 zitten we, om een variabele aan te maken, formal greeting name. En die bevat de begroeting hebben we al, is een greeting, plus de comma. De comma kunnen we toevoegen als we een string toevoegen. Voilà, we moeten daar nog bij komen. De titel, dus title, plus naam. Voilà. En hier moeten we dan toevoegen, formal greeting, name. Je ziet, hier plakt het nog aan elkaar. Dus wij gaan hier ook moeten toevoegen als ze dat opnieuw aan elkaar plakt. Komma, spatie, aanhaling. Voilà. Nu hebben we het allemaal mooi van elkaar gescheiden met kommatjes. En we gaan dat invullen op bladzijde 10. Dus welke code hebben we daarvoor nodig? Dus de vraag is, maak een variabele. Formal greeting name. Die dat bevat. Dus zal dus zijn var. Formal greeting name. Je ziet hier mooi de camel captioning. Formal geen hoofdletter, greeting wel, name wel. Var formal greeting name is gelijk aan. Dus greeting, dat is een variabele. Plus een string met een comma in. Plus de title, wat weer een variabele is. Plus opnieuw een comma en een spatie, plus name, wat opnieuw een variabele is. Opgave 2. Stel dat we onze robot voorzien van een LCD-scherm, dus we willen iets op een scherm laten verschijnen. Hoe krijgen we formal greeting name als output op dat scherm? Noteer de code hieronder. Dat is vrij eenvoudig. Hoe krijgen we dus ons resultaat op het scherm? Hoe schrijven we iets naar het scherm? Hoe loggen we iets naar het scherm? Via de console. Log van formal greeting name punt comma. Voilà. En dan belangrijk opgelet, om de strings en cijfers naast elkaar te laten verschijnen in een console log, gaan we gebruik maken van de plus. Dat we kunnen zeggen, bijvoorbeeld variabele greeting plus deze string plus deze titel plus deze spatie, kunnen we die allemaal mooi aan elkaar rijgen in JavaScript. Dat is een stuk handiger. Op variabelen kan je rekenen. Je kan bij variabelen een combinatie maken van cijfers. Je kan optellen, verschil maken, vermenigvuldigen. Dus met JavaScript, aanzien dat JavaScript een programmeertaal is, werkt op een computer. Een computer eigenlijk gewoon een gigantische rekenmachine is. Kun je daar ook heel eenvoudig mee rekenen. En dat gaan we ook doen. Je hebt daar een oefening en daarmee gaan we de gemiddelde leeftijd van de ouders berekenen. Ik zal mijn code hier eens wissen. Mijn scherm leegmaken. Voilà. Dus, stel we willen gemiddelde leeftijd weten van je ouders. We noemen deze variabele gemouders, van gemiddelde ouders. X zal de leeftijd zijn van de ene ouder, bijvoorbeeld moeder. Y van de andere ouder, bijvoorbeeld vader. X staat er voor X-chromosoom en Y voor Y-chromosoom in dit geval. Bijvoorbeeld, ik zal die eens namaken zoals die in jullie syllabus staat, bladzijde 10. Var X is 52. Var I is 51. Var gem ouders, of gemiddelde van de ouders, en dat is een berekening die wij zullen maken tussen haakjes x plus I delen door 2, want de formule voor een gemiddelde is n plus n1 plus n2 plus n3, dan delen door n, wat dus wil zeggen, je telt alle gegevens bij elkaar op en dan deel je gewoon door het aantal gegevens. Hier hebben we 2 gegevens, dus delen we door 2. En een console log, omdat anders niet op het scherm verschijnt en wij geen resultaat te zien krijgen. Console log gem ouders. Ik moet zorgen dat mijn hoofdletters kloppen.
JavaScript is een hoofdlettergevoelige taal, anders gaat hij niet weten which is which. Als ik die uitreken, zie ik dat er nog een foutje hier staat. Hier staat er... Voilà, 51,5. Klaar. Opgelet, we werken hier met numbers. Als ik van die numbers strings zou maken, dus ik plaats die tussen aanhalingstekens, ik verander het gegevenstype van numbers naar strings en ik probeer die uit te rekenen, krijg ik 2625,5. Dat klopt dus niet. Wat gebeurt er hier? Waarom maak je hier in plaats van, dit zou gewoon 51,5 moeten zijn als gemiddelde, maakt ineens 2600 van? Wat doet JavaScript hier? Om dat te weten te komen, kunnen we de console.log nog eens gebruiken. Console.log. Ik wil hier var som van maken. X plus y. Console.log. Som. Wat is hier aan de hand? Waarom maakt hij die rekenfout? Voilà. Als jij string x plus string y doet, gaat hij gewoon string x, string y met die twee waarden en aan elkaar plakken. Dat is dus niet wat wij willen, want dan kom je inderdaad 5251 uit en dat zal hij delen door 2 en dat werkt niet. Dus met strings, onthoud het zo, als je wil rekenen, als je wil vermenigvuldigen, wil delen, met strings kan je niet rekenen zoals met numbers, onthoud met string. Strings kan je dus niet rekenen zoals met numbers. Dit klopt wel. Dus opgelet met je aanhalingstekens. Als ik vraag naar een number, als je weet dat je moet rekenen, gebruik geen strings om daar je cijfers in te zetten. Dat zorgt voor problemen. Want dan gaat hij die gewoon allemaal aan elkaar plakken en dat gaat niet werken. Voilà. Dit werkt wel. Op bladzijde 11 gaan we naar de eerste oefening. En bij de eerste oefening zal je merken, oefening bij programmeertaal of bij programmeeroefeningen bevatten heel veel extra tekst. Het is eigenlijk aan jou om te weten wat is nu belangrijk, wat is niet belangrijk. Het is precies een toepassingsvraag bij wiskunde. Je moet weten tussen al die tekst, wat is zever en wat is hoofdzaak. We gaan er eens door. Dus oefeningen, het is een soort van waarzegger die wij tegenkomen op een kermis. En die zal een aantal zaken voor ons voorspellen. Aantal kinderen, naam van onze partner, woonplaats en onze droomjob. En hij zal die output naar het scherm schrijven. Jij zal een X zijn in Y, getrouwd met Z en samen N kinderen hebben. Voilà, noteer de oplossing hieronder. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig, want als je deze opgave kijkt, op het scherm moet verschijnen, jij zal X zijn, dus dat is ons beroep, in Y, dat is waarschijnlijk onze locatie, getrouwd zijn met Z en samen N kinderen hebben. We gaan die instellen, dat is 1, 2, 3, 4 variabelen die wij nodig hebben. Dus we hebben een var voor onze job. En dat zal een string zijn. Een var voor onze woonplaats. Een woonplaats zal ook een string zijn. We hebben een var voor partner. En dat zal een string zijn. En we hebben een var voor aantal kinderen. Aantal kinderen zal geen string zijn, dat zal een cijfer zijn. En dan moet dat mooi op het scherm verschijnen. Op het scherm verschijnen. Schrijven naar scherm. Console.log. Hoe gaan we dat schrijven? We zullen deze voorlopig overnemen zoals hij hier staat. Jij zal een X zijn in Y. Zal getrouwd met Z. En samen zullen jullie en kinderen hebben. Oké. Nu moeten we opletten. Die X, Y, Z, N, die gebruiken wij niet. Wij gebruiken job, woonplaats, partner en aantal kinderen. Dus we zullen die X vervangen. Je zal een plus job plus... En die string gaat opnieuw verder. Je zal een job zijn in woonplaats plus getrouwd zijn met, opnieuw, dit is een string, de Z is weg, partner. En samen zullen jullie, einde string, en weg, aantal kinderen
hebben. Voilà. Dus we hebben onze console log nu klaarstaan. Het is nu aan ons om de job in te vullen. Bijvoorbeeld, we zullen van muur zijn. We wonen in Gent. Trouwd met Freddy. En aantal kinderen 4. Jij zal een job zijn in woonplaats, getrouwd met partner. Klopt, en zullen samen en kinderen hebben. We doen dus een test. Je zal een programmeur zijn in Gent, getrouwd met Freddy, en samen zullen jullie 4 kinderen hebben. Is ook heel eenvoudig nu. Stel dat we zo een, die waarzegger, daar een robotprogramma van maken. Als we 1 iets aanpassen, van Gent maken we bruggen. Van programmeur maken wij acteur. Dat eindigt ook op uur. Voilà. En JavaScript past onze uitkomst heel snel aan. Klaar. Dit is dus de volledige oefening. Dus die noteer jij dan bladzijde 11. Dus heel simpel. Je schrijft je var job. Dat is een string. Var woonplaats. Opnieuw een string. Punt komma op het einde. Var partner. Opnieuw een string. Var. Aantal kinderen. Opnieuw camel captioning. Let nog op de hoofdletters. Is geen string, is een number. En dan maak je een console log. Jij zal een plus job plus aanhalingstekens en zo verder. Klaar. Tweede oefening. Opnieuw, er zal meer tekst in staan dan dat je eigenlijk nodig hebt. We gaan er eens over. Stel dat je elke dag van jouw leven je favoriete snack zou eten. Dus we beginnen vanaf vandaag. Nu. Hoeveel zou je dan gegeten hebben op jouw volledige leven? Dus we gaan... De stapjes staan er mooi bij. Ik ga dat niet altijd doen. Het is nu enkel bij deze oefeningen. Bewaar jouw huidige leeftijd in een variabele. Bewaar je maximale leeftijd in een variabele. Je weet natuurlijk niet hoe oud je gaat worden. We nemen daar gewoon een schatting van. Stel bijvoorbeeld je wordt 100. Hop. Je bewaart je favoriete snack in een variabele. Bewaart je dagelijkse portie in een variabele. Je rekent uit hoeveel snacks je zal gegeten hebben op het einde van je leven. En je plaatst output op het scherm in het volgende format. Je zal snacks opgegeten hebben wanneer je overlijdt. Je overlijdt. Op het einde van je leeftijd. Dateer de code. Oké, dus dan dat stap voor stap mee uitvoeren. Dus er wordt gevraagd. Var huidige leeftijd. Var huidige leeftijd is een number. Mijn huidige leeftijd 27. Var max leeftijd. Ik zal mij houden aan mijn voorbeeld. Stel dat ik maximaal 100 jaar word. Mijn favoriete snack. Var favo snack. Dat zal een string zijn. Een veggie kapsalon zijn. Var portie. Meestal als ik een kapsalon eet, eet ik er 1 op. Dat is al een uitdaging. Stel bijvoorbeeld dat je favoriete snack een Twix is en dat er misschien 2, eet je misschien 5 koeken per dag. Dan kun dat er misschien 5 zijn. Var berekening. Berekening. Hoe berekenen we dit? Wij zullen onze max leeftijd min huidige leeftijd moeten doen. Dat schiet naar hoeveel. Stel dat ik bijvoorbeeld vandaag begin met elke dag een kapsalon te eten. Zal ik dus een 73 jaar lang elke dag een kapsalon gegeten hebben. Ik denk dat je mij dan ook naar school kan rollen. Maar dus mijn maximum leeftijd min mijn huidige leeftijd. En dan maal portie maal aantal dagen in een jaar. We zullen geen rekening houden met schrikkeljaren. 365 dagen in een jaar. Dus ik ga nog 73 jaar leven. Ik zal gedurende 73 jaar elke dag, dus maal 365, een portie kapsalon eten. En dan gaan we dat printen op een mooie console log.
je zal rekening plus string met spatie in, anders gaat die weer aan elkaar geplakt zijn, favo snack gegeten hebben wanneer je op de leeftijd van plus max leeftijd plus, dan kunnen we daar nog toevoegen jaar. Voilà. Stel, ik ben nu 27, ik leef tot 100, ik eet vanaf nu tot mijn maximumleeftijd elke dag 1 veggie kapsalon, zal ik 26.645 veggie kapsalon gegeten hebben wanneer ik overlijd op een leeftijd van 100 jaar. Voilà, die berekening is klaar. Pas ik daar 1 iets aan, ik eet bijvoorbeeld 2 veggie kapsalons, hup, de berekening wordt aangepast. Gaat het hier niet over een veggie kapsalon, gaat het hier over een Twix. Hup, mijn string was niet mooi afgesloten. Twix. Ja, ik heb probeer iets te veel weggedaan. Twix. Oh, zal je dat ook mooi aanpassen? Dus het is heel makkelijk als je van variabelen gebruik maakt. Om, als je 1 aanpassing doet, zal dat automatisch ook aanpassen in de rest van je code, of van hier in die console log. Nu valt dat mee, het is een oefening met 6 regeltjes in totaal. Stel, je maakt een programmacode met 1000 regels, bijvoorbeeld een computerspelletje over een Super Romein, Super Marcus, en je past dan bijvoorbeeld 1 variabele aan, bijvoorbeeld iets van de Super Marcus, het aantal levens dat hij heeft, past dat dan mooi aan in de rest van de code, als je dat telkens overal zelf opnieuw moet doen. Nu lukt dat nog met 6 regels. Wacht totdat je 1000 regels hebt, of in het geval van bijvoorbeeld een Google met 8 miljard regels code, dan is dat niet meer te overzien als je dat zo moet aanpassen. Voilà, bladzijde 11. Noteer de regel met jouw console log commando hieronder. Console log is een combinatie dus van strings en variabelen, waar in die variabelen een string zit of een number. Je zal plus rekening plus een spatie plus favo snack plus weer een string en we zijn vertrokken. De rest kan je zelf al aanvullen. Voilà, de volgende oefening, thermometer, dus omzetten van graden Celsius naar Fahrenheit. In Amerikaanse filmseries praten ze over graden Celsius naar Fahrenheit. Is een oefening voor jullie zelf. Dus eigenlijk de bedoeling, in Amerikaanse films praten ze over graden Fahrenheit, wij over graden Celsius. Omgekeerd, dat je een simpel programmaatje maakt dat het ene naar het andere overzet. Dat is een goede uitbreidingsoefening om zelf eens aan de slag te gaan, zonder dat ik het zelf voortoon. Ik wens jullie alvast veel succes met die oefening.